Opgave 9, daar worden twee energiestroomdiagrammen gegeven. Een elektriciteitscentrale en een elektrische boiler. En we gaan eens kijken naar de verschillen. Leg uit wat er in het energiestroomdiagram wordt bedoeld met afvalwarmte. Dus je ziet hier twee afvalwarmtestromen. En wat stelt dat nou voor? Nou, je weet dat in een elektriciteitscentrale er veel warmte wordt opgewekt die niet altijd benut wordt. En dat deel van de energie, dat wordt genoemd de afvalwarmte. Je weet ook dat centrales bijna altijd geplaatst zijn bij rivieren, zodat men koelwater ter beschikking heeft. En dat is in wezen een belangrijke verliespost. Tegenwoordig wordt wel steeds meer warmtekrachtkoppeling toegepast, WKK. Om met deze afvalwarmte weer bijvoorbeeld de stadsverwarming een duwtje te geven. En daarmee stijgt dus het rendement van dat hele proces. Je ziet hier dat het rendement vrij klein is. Want het werk van een elektriciteitscentrale is om elektrische energie te maken. En je ziet hier dat dat nou grosso modo 30% is of zo. Kijk je naar de elektrische boiler. Die moet warmte maken, dat is zijn werk. En die heeft blijkbaar een heel hoog rendement. Dat is natuurlijk logisch bij een boiler. En er is ook sprake van afvalwarmte. Nou, waar zit dat dan? Dat zit bijvoorbeeld in de leidingen. En dat zit natuurlijk in de stralings- en geleidings- en stromingsverliezen van de elektrische boiler zelf. En dat zijn de belangrijke verschillen. Let op, het is natuurlijk wel zo dat weer die elektrische boiler gevoed moet worden met elektrische energie. En die komt weer van die centrale. Dus ook hier is weer sprake van een zogenaamd ketenrendement. Dus deze rendementen die moet je in wezen met elkaar vermenigvuldigen om een eerlijk beeld te krijgen.